VVSB TV wordt mede mogelijk gemaakt door GoBooney, een camper huren direct van de eigenaar. VVSB op bezoek in het hoge noorden bij Hogeveen. Hogeveen, de nummer 16 van de competitie, krijgt hier wel de eerste kans via Van Dijk, maar die schiet hem naast. VVSB, wat goede zaken kan doen als ze hier winnen, kunnen van de tiende naar misschien wel de zesde plek toe. Maar dan moeten hier eerst wel gewonnen worden in die verre uitwedstrijd. 2 uur hebben ze in de bus gezeten, de Noordwijkhouters. Om bij Hogeveen te komen, die hier weer goed in aanval zijn en de 1-0 scoren. Het is Vijfhuizen die hem binnenschiet. Prachtige voetbal daar over links en onhoudbaar voor Ruben Valk. Uurman hardlaag voor. En dus de vroege voorsprong voor de thuisploeg. Daar gaan ze weer. Schuurman diep gestuurd. Pennings bij zich. Die hoek wordt wel heel lastig en dus wordt hij uiteindelijk naastgeschoten. Maar ze zijn razendsnel op de omschakeling. Van Breukelen. Van Otterlo nu met wat ruimte. Loopactie van Nieuwkerk. Het hakje mislukt, maar de bal gaat wel op de stip. Het is dan een overtreding van Benjamins. We gaan er nog een keer naar kijken. Ja, het uitgestrekte voetje van de doelman van Hogeveen zorgt ervoor dat hij nu op 11 meter gaat. Van Otterlo verzilvert hem niet. En dan gaat hij er alsnog in. Wat ongelukkig is dat, zeg. Van Schuurman. Zo zie je ze eigenlijk nooit. Raakt hem met zijn knie en dan binnenkant paal tegen hem aan. Kom maar, die capers lijkt het bijna. En de gelijke stand, dat wel, voor VVSB. Rauws doet het er lang over. Het schot vanaf de 16 gaat er dan in. Het is 2-1 voor Hogeveen. Snoeihard binnengeschoten door Kuurman. Er wordt nog hens geclaimd, maar het is toch echt op zijn borst. En daar is weer de voorsprong voor de mannen uit Drenthe. Schuurman naar Kuurman. Die schiet hem maar net over, hoor. Daar gaan ze weer op de snelle tegenaanval. Zo hebben we ze toch al heel vaak gezien nu. Hier gaat Heerkes met ruimte. Daar komt ook Kuurman er weer overheen. Kuurman, daar is hij weer. En op het laatste moment het blok nog van Pennings. Maar hij is toch de gevaarlijkste man aan de blauw-witte zijde. Goeie bal dit, zeg. Hier gaat Belsma. Belsma, het voetje van Valk. Voorkomt erger voor VVSB. Schot van afstand van Heerkes. En ook dat scheelt niet veel, hoor. Wat een goal geweest, zeg. Van Breukelen komt ertussen. Goeie actie daar van de verdediger die nu op het middenveld staat. En die krijgt ook een assist op zijn naam. Want Van Velzen scoort de 2-2 vlak voor rust voor VVSB. En een groot aandeel voor Van Breukelen. Vroeg ingevallen in de wedstrijd. Nadat Van der Linden er vanaf moest. En dus gaan we rusten met een gelijke stand. Ook al is dat misschien niet zo verdiend voor VVSB. Oh, prachtig gedaan. Moenji ingevallen in de rust. Maar het schot moet nog even warm worden. Van Nieuwkerk behoudt het overzicht. Prachtig gedaan. En dan is daar de voorsprong voor VVSB. Voor het eerst in de wedstrijd is het een voorsprong voor de ploeg van Wilfred van Leeuwen. Maar dit is toch wel de mooiste aanval tot nu toe in de wedstrijd. En het eindstation is Tim de Rijk. 2-3. Benjamins wacht lang en Van Otterlo komt ertussen. Van Nieuwkerk gehaakt. Legt hem dan af op Moenji. 2-4. Een ruimere marge voor VVSB als ze optimaal profiteren van het geblunder achterin bij Hogeveen. Vooral van Benjamins. Dan is ook Van Dijk te laat om daar nog wat aan te doen. 2-4 voor VVSB. Moenji. Moet naar zijn linker, dat weten ze ook bij Hogeveen. Hij legt hem nu breed. En het handje van Benjamins is genoeg als Van Otterlo hem niet lekker raakt. Heerkes, metertje naast. Het eerste wat we zien van Hogeveen in de tweede helft.
van Nieuwkerk prachtig gedaan op Verver. Dat is precies voor hij er staat van Nieuwkerk. Verver neergehaald, gaat neer in de 16, maar de overtreding werd er buiten gemaakt. En dus is het dan wel rood voor Leerdam, de invaller. Haalt de andere invaller neer. En dus moet Hogeveen ook nog eens met zijn tienen door. Van Otterlo snoeihard in de muur. Dat zal pijn gedaan hebben met deze temperaturen. De aanval van VVSB gaat nog steeds door. Van Otterlo krijgt die bal terug uiteindelijk. Schot gekraakt. Van Otterlo voor zijn derde poging. En deze zit dichtbij op de paal. Van Nieuwkerk naar Munji. VVSB is nog op zoek naar die vijfde. Want dan gaan ze naar de zesde plek in plaats van naar de zevende plek. Munji was er hier heel dichtbij hoor. Centimeters over. Deze bal is voor Benjamins. En dan vindt de scheidsrechter het mooi geweest. VVSB wint en klimt naar de zevende plek in de derde divisie.